6 uur journaal. De hongersnood in het land duurt nog voort. Alle grenzen worden afgesloten door de rebellen. Totaal in strijd met alle rechten van het kind, die wereldwijd zouden moeten gelden, zijn er nu ook berichten dat de rebellen kinderen laten vechten in het leger. Kinderen, pas op. Ga niet zonder je ouders naar buiten. Hebben jullie het nieuws gezien? Nee, hoezo? Wat was er dan? Het leger pakt kinderen op. Wat verschrikkelijk! Mijn broertje speelt nog buiten. Kom op, we gaan ze zoeken. Stop, stop! Shit, mijn broertje. We zijn te laat gekomen. Onze vrienden. Jullie gaan vechten voor mijn leger! Maar dat kan niet, we hebben rechten! Ja, laten we gaan! Wij hebben ook recht op vrijheid. Jullie hadden recht op vrijheid. Nu niet meer. Ik maak van jullie kindsoldaten. En let de cel in. Oké, in de rij. Meko, sneller. Tudum, 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 tudum. Oh, wat erg. Waar zijn ze? Wat is dat? Waar is het? Ilse. Ze zijn opgepakt. Door het leger. Waar zijn ze nu dan? Het zijn nu kindersoldaten. Waar zijn ze heen? In een gevangenis. En waar is dat? Gevangenis. Even rustig. Even rustig. We gaan ze wel halen. Wat bedoel je halen? We gaan ze bevrijden. Oké. Okay. Ondertussen in de gevangenis. Eten. Eén boterham. We zijn met z'n vijven. Ze zullen ooit nog een keer verhongeren. Alle voedselwegen zijn afgesloten. Ik heb ook geen eten. Nou, geef die boterham dan maar aan mij. Ik heb enorm honger. Nee, misschien is die straks vergiftigd of zoiets. Ik hoef hem niet meer, jongens. Ik ook niet. Is die open of slot? Ja, waar kom je? Recruit Schmitz en ik, die hebben best wel honger. Dus is er nog van dat hondse brood dat je hebt? Nee, ik heb niks. En nu weg! Oké. Yes, hij is weg. Ik heb een boot en een plan. Yes! Hoi, maatje. Hey, daar. Ja, weet je, ik heb zo'n kanon moord op voor mijn broodje. Ja, de varkensboerderij hebben nog beter. Oh. Mijn technische instinct zegt dat het een brood is. Ja, zoek jij zelf maar je eigen voedsel. Al gedaan, daar ligt er nog één. Dit is hemels. Dit is de Valhalla.